Van harte welkom iedereen op dit webinar over de voorjaarsramingen van de Nationale Bank van België. Bienvenue à tous à ce webinaire sur les prévisions économiques de la Banque Nationale de Belgique. De Belgische economie is vorig jaar veel sterker gegroeid dan die van het eurogebied, maar wat verwachten wij voor de toekomst? L'inflation continuera-t-elle de s'accélérer et qu'en est-il de l'emploi et du pouvoir d'achat des ménages? La compétitivité des entreprises va-t-elle de nouveau s'améliorer et quelles sont les prévisions pour le solde budgétaire? Antwoorden op al deze vragen samen met onze nieuwste cijfers en vooruitzichten worden nu gepresenteerd door vice-gouverneur Steven van Akkeren en econoom Geert Langenus. Vragen kunnen worden gesteld via de Q&A-functie en worden op het einde van deze webinar voorgelegd aan de sprekers. Les questions peuvent être posées via la fonction Q&A et seront soumises aux intervenants à la fin de ce webinaire. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ik geef nu graag het woord aan Steven. Goedemiddag iedereen, hartelijk welkom op dit webinar, ook namens mezelf. Zoals gebruikelijk ga ik van start gaan met datgene wat het meest eenvoudige is, namelijk de internationale omgeving toelichten en de hypotheses die zijn gebruikt voor de presentatie van de voorjaarsramingen. Hypotheses die, dat herinner ik nog eventjes, gemeenschappelijk zijn aan alle lidstaten van het eurosysteem en die dus niet alleen uit de koker van onze Belgische Nationale Bank komen. Het grootste deel van de heavy lifting van de presentatie zal daarna gebeuren door Geert Langenus. Eens ik de achtergrond heb geschetst van welke de internationale omgeving is waarin onze economie zich situeert. Alors, d'abord constater que en termes de croissance mondiale, nous avons eu une croissance mondiale hors zone euro qui est restée très robuste en 2023. Et elle devrait continuer à croître de plus de 3% au cours des années à venir. On peut signaler que c'est un peu inférieur à la moyenne historique, c'est-à-dire aux premiers 20 années de ce siècle, mais c'est quand même, par rapport à un certain nombre d'attentes, une croissance qui a plutôt surpris dans le sens favorable. Comment est-ce que ça se présente en termes d'un certain nombre d'économies? D'abord en Chine, en dépit d'un certain nombre de problèmes structurels, il faut penser notamment au secteur immobilier, l'économie chinoise a pu afficher une forte croissance au premier trimestre de 2024, ce qui a bien sûr dopé les attentes concernant la croissance annuelle. Mais il faut quand même aussi noter que pour la Chine, on s'attend à un certain ralentissement quelque peu. C'est surtout aux États-Unis que la croissance enregistrée au cours de l'année dernière s'est avérée bien plus robuste que prévu. Cela est principalement dû à des dépenses de consommation dynamiques soutenues par un marché de l'emploi toujours tendu. La croissance, selon en tout cas les attentes et les hypothèses que nous utilisons, ralentirait quelque peu dans les années à venir, en partie à cause d'un resserrement budgétaire, resserrement qu'il faut bien sûr voir surtout en termes relatifs, c'est-à-dire het terugdraaien van een aantal ondersteuningsmaatregelen. Ik ga dan naar de volgende slide gaan om u iets te vertellen over wat dit betekent voor de handel. Want waarom interesseren wij ons zo sterk aan wat er gebeurt in de wereld? Dat is natuurlijk omdat België met een open economie een stuk van zijn welvaart ongetwijfeld moet linken aan wat er gebeurt op de wereldmarkt. En dat de plekken waar onze bedrijven kansen hebben om naar te exporteren. Er is om te beginnen een eerste verrassing. Hè? Dus een beetje opvallend. Ik heb daarnet gezegd dat de wereld groei alles tezamen nog relatief robuust is gebleven. Maar u ziet, als u links kijkt op de grafiek, u ziet dat eigenlijk de wereldhandel eerder zwak presteerde. U ziet dat zo'n PMI is een indicator die gedeeltelijk te maken heeft met verwachtingen van verantwoordelijken in de bedrijven. En alles wat onder de 50 blijft, is eerder geneigd à la baisse. En u ziet dat ondanks een licht herstel van de laatste tijd, dat we eigenlijk de laatste paar jaar met scores onder de 50 zitten. Hoe kun je dat verklaren als er een wereldgroei is die alles tezamen nog vrij robuust is in vergelijking met de verwachtingen, dat dan de
de bestellingen in de richting van export, dat die eigenlijk minder goed scoren. Dat heeft veel te maken met wat we dan een compositie-effect noemen. Het feit dat de wereldhandel voornamelijk te maken heeft met goederen, terwijl eigenlijk de groei, de wereldgroei, vooral gedreven is geweest de laatste tijd door diensten. Diensten worden immers minder verhandeld op de wereldmarkt. En ongetwijfeld is een ander effect dat meegespeeld heeft het feit dat de hogere rentes zijn gaan wegen op de bestellingen van kapitaalgoederen. Maar goed, ik heb dus uitgelegd dat we onder de 50 zitten, maar u heeft ongetwijfeld toch ook gezien dat zowel op wereldniveau, dus dat gele lijntje, maar ook op niveau van de eurozone, het blauwe lijntje, en misschien zelfs nog meer in de eurozone, dat er beterschap aan de gang is en dat we eigenlijk terug neigen naar wat allicht een cijfer kan zijn dat boven de 50 gaat uitkomen. Die kentering is natuurlijk van relevantie voor wat we op de rechterkant van deze slide zien, namelijk wat gebeurt er met de markten die relevant zijn voor Belgische bedrijven. Dus een inschatting maken van wat de relevante vraag naar export van Belgische producten zou zijn, is uiteraard voor onze economie van groot belang. U ziet daar meteen dat na een heel zwak 2023, dat de groei vanaf begin 2024 weer begint aan te trekken. 2024 is nog heel bescheiden, maar dat heeft ook een klein beetje te maken met het carry-over effect. Namelijk als je een slecht jaar achter de rug hebt, dan blijft dat nog wat nazinderen. Maar vanaf 2025 zien we dat de vraag naar uitvoer van Belgische producten terug gaat groeien met ongeveer 3%. En dat sluit dus eigenlijk vrij goed aan bij de verwachte groei van de globale economie. Ik moet één caveat toch ook nog vermelden. U ziet het daar met een uitroepteken onderaan en zelfs in het rood gezet. Dit alles houdt nog geen rekening met het risico op een meer protectionistisch beleid na verkiezingen. En we komen er straks misschien nog even op terug. U weet dat er belangrijke verkiezingen zitten aan te komen, ook bij belangrijke handelspartners van België. Alors, un slide suivant concernant les prix de l'énergie. Bon, les hypothèses concernant les prix internationaux de l'énergie se fondent, vous le savez, sur les prix des futures qui sont disponibles à la date de clôture de nos projections. Le cut-off date, je consulte, mais je crois que c'est aux environs du 20 mai et entre-temps, il y a bien sûr aussi des mouvements. Mais ce que vous voyez en tout état de cause, c'est que comparé à nos attentes, les hypothèses que nous avions avancées en automne dernier, que pas beaucoup a changé. En tout cas, pas beaucoup si on compare avec les sauts que l'histoire récente nous a montré. Oui, il est vrai que en termes de prix de pétrole, les prix attendus ont légèrement dépassé les hypothèses de l'automne dernier. Pour les prix de gaz, on observe le contraire. Les prix de gaz ont baissé un peu plus que prévu. Mais vous voyez en tout cas que dans les deux variantes, les trajectoires pour l'avenir un peu plus lointain, pour la fin de la période de prévision, coïncident assez bien. Dus weinig nieuws onder de zon als het gaat over de prijzen van de energie. Een heel belangrijk onderdeel wat je moet weten als je een energieintensieve economie zoals de Belgische wil bespreken. Ik kan niet anders dan toch nog even stilstaan bij de geopolitieke factoren. Om toch aandacht te trekken op het feit dat alle ramingen die we maken rekening houden met een soort baseline en waarbij dat we toch moeten erkennen dat er bepaalde risico's in het model blijven zitten die niet allemaal in de baseline kunnen worden opgenomen. We hebben een uitbraak gehad van een aantal nieuwe conflicten in het Midden-Oosten. Die hebben uiteraard ook geleid tot verstoringen in de scheepvaartroutes, denk aan de Rode Zee. De toeleveringsketens hebben daar zeker een zekere impact van gekregen. Alles tezamen
is die impact nog relatief beperkt. U ziet dat aan de linkerzijde wanneer u naar die PMI kijkt, die de prijzen in de gaten houdt, die de inputprijzen van de verwerkende nijverheid in de gaten houdt. U ziet dat er daar inderdaad een kleine kentering is, maar dat die eigenlijk alles tezamen toch nog vrij beperkt blijft. Maar het is waar, geopolitieke ontwikkelingen kunnen nog feller toeslaan. Ze kunnen ook de energieprijzen weer beïnvloeden. En, u ziet het aan de rechterkant, we mogen niet vergeten dat er verkiezingen op komst zijn, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de Verenigde Staten. En dat, wanneer we kijken naar daden en aankondigingen van de respectievelijke kandidaten, dat het risico dat de toekomst een beetje protectionistischer wordt, dat je dat werkelijk niet als verstandige mens kunt uitsluiten. Maar op dit ogenblik maakt een hogere protectionismegraad geen deel uit van die basishypotheses. Dan kom ik tenslotte op de globale cijfers voor wat de eurozone betreft. Vous voyez en tout cas à gauche que l'inflation totale a atteint 2,6% au mois de mai, donc en d'autres termes, continué sa route vers la baisse. Si on compare les bâtons en bleu foncé, vous voyez de 8,4 jusqu'à 5,4 et jusqu'à 2,5 en 2024 que la descente a vraiment été très importante. Elle a été un peu moins spectaculaire quand on voit ce qui se passe au niveau de l'inflation sous-jacente, et les économistes préfèrent quand même de temps en temps regarder ce qui se passe avec l'inflation sous-jacente, qui, pour mémoire, est l'inflation en ne comptant pas la partie énergie et alimentaire, donc les prix qui sont un peu plus volatiles de par nature. Et donc, vous voyez que cette descente, elle est réelle, que oui, il nous reste encore un petit chemin en termes chiffrés à parcourir entre 2,5% et disons le target de 2%, ce qui explique vraisemblablement que hier, la décision par le BCE qui a été prise en dépit d'un certain nombre de chiffres qui n'étaient pas nécessairement tout à fait favorables, a quand même décidé de diminuer les taux directeurs, car il y avait assez de confiance que le trajectoire vers la baisse et vers une situation où, aux environs de la fin 2025, un niveau assez proche ou proche du target était tout à fait dans les astres, ce qui a permis de diminuer quelque peu le degré de restriction monétaire hier. Alors, au niveau de la croissance, avec une croissance trimestrielle de 0,3% au premier trimestre de 2024, on voit que la croissance économique dans la zone euro est redevenue positive. Quand même, le signaler que c'est après 5 trimestres consécutifs de quasi-stagnation. Et donc, il est clair que cette croissance était vraiment la bienvenue. Nous croyons que l'économie de la zone euro devrait continuer à croître plus ou moins à ce même rythme. Tout cela est vraisemblablement surtout soutenu par un pouvoir d'achat accru, le pouvoir d'achat qui est le résultat d'un rétablissement des salaires réels. Vous savez qu'en Belgique, ces salaires réels sont protégés par le système de l'indexation dans les autres pays, dans la plupart des autres pays. Il faut des négociations, mais ces négociations sont en train en effet de rétablir les salaires réels et combiné avec un marché du travail résilient, il n'est pas trop surprenant de constater que en termes de consommation, les attentes sont plutôt favorables tenant compte du pouvoir d'achat des ménages européens. Alors, bien sûr, dernier élément, le rebond du commerce international attendu que je viens d'expliquer au début de la présentation, cela devrait aussi soutenir la croissance des exportations dans la zone euro. Et donc, en termes de chiffres, la croissance du PIB dans la zone euro devrait atteindre 0,9% en 2024, vous le voyez sur le tableau,
pour s'accélérer légèrement jusqu'à 1,4 en 2025, 1,6 en 2026, ce qui est quand même considéré comme encore supérieur à la croissance potentielle. Voilà, ik denk dat ik daarmee het eerste stuk heb kunnen toelichten en ik geef heel graag het woord aan Geert voor het vervolg en de inzoom op wat dit allemaal betekent voor de Belgische economie. Dank u wel, Steven. Ik hoop dat er waren wat problemen met geluid, heb ik begrepen, maar dat is denk ik ondertussen opgelost, hopelijk het al, althans. Dus als gewoonlijk licht ik u graag de Belgische resultaten toe. Ik moet u zeggen, opnieuw is er niet zo heel veel veranderd. Dat is goed en slecht nieuws. Goed nieuws, omdat dat betekent dat de vorige prognoses relatief accuraat waren. Slecht nieuws, omdat ik dan vaak hetzelfde moet vertellen als de vorige keren. Misschien één kleine mededeling op voorhand. De ramingen zijn een klein beetje vroeger afgesloten dan normaal. Dat heeft wat te maken met de timing van de Governing Council vergaderingen in Frankfurt. Soms is dat eerder vroeg in juni, anders is dat eerder laat in juni. Deze keer is het vroeg. Dat heeft voor gevolg dat we een aantal recente statistieken die beschikbaar zijn gekomen op het einde van mei nog niet helemaal, enfin, nog niet hebben kunnen meenemen. Nu, gelukkig lagen die statistieken min of meer in lijn met de verwachtingen, maar op een aantal plaatsen zal ik u misschien toch wijzen op wat nieuwigheden in dat verband. Dus algemeen denk ik zijn de vooruitzichten voor het BBP en voor de inflatie relatief gelijklopend met wat we u 6 maanden geleden hebben verteld. Is misschien één uitzondering. De arbeidsmarkt is iets abrupter vertraagd dan we toen dachten. Dus daar hebben we wat moeten bijsturen. Voilà. Comme d'habitude, je commence avec les prévisions à très court terme et je vous invite à regarder peut-être les graphiques de droite d'abord. Là, vous pouvez constater en fait que mon boulot n'est pas extrêmement compliqué. Si vous regardez la croissance trimestrielle durant les 5 derniers trimestres, c'est toujours en arrondi environ 0,3. Donc, si on vous demande quelle sera la croissance une 6e fois, vous répondrez peut-être que ce sera de nouveau 0,3 et c'est exactement ce qu'on a fait dans les projections. Alors, blague à part, il y a évidemment une analyse plus détaillée ou plus fouillée en tout cas. Donc, on vient de publier il y a une dizaine de jours notre Business Echo qui, comme d'habitude, ik denk dat mijn microfoon niet aan stond. Excuses, heel kort opnieuw. Dus... Je bent er opnieuw uit, Geert. Ik doe nogthans niets. Ik weet niet, misschien is er een externe kracht die mijn microfoon... nu staat hij aan. Dus goedemiddag allemaal. Welkom bij het seminarie. Heel kort, dit komt iets vroeger dan normaal. Dat heeft te maken met de timing van de Governing Council vergaderingen, die deze keer nu wat vroeger in juni is. Dus dat betekent dat we een aantal statistische gegevens, een aantal nieuwe indicatoren, die op het einde van mei zijn gekomen, nog niet helemaal hebben kunnen opnemen, omdat deze ramingen zijn afgesloten op 22 mei. Gelukkig liggen de nieuwe indicatoren grotendeels in lijn met de prognoses en ik zal u aanduiden waar het eventueel nodig is in termen van verandering. Wat heb ik nog gezegd? Wel, dus dat de ramingen opnieuw niet zo sterk zijn veranderd. Goed nieuws en slecht nieuws tegelijk. Slecht nieuws omdat ik dan af en toe hetzelfde zal moeten vertellen als 6 maanden geleden. Goed nieuws omdat blijkt dat onze ramingen van 6 maanden geleden en van 12 maanden geleden trouwens tamelijk accuraat waren. Er is één uitzondering, u zal dat zien. De arbeidsmarkt is iets abrupter vertraagd dan we dachten, waardoor we daar wat moeten bijsturen. Voilà, in een nutshell, dat is wat ik eigenlijk al gezegd had met gesloten microfoon blijkbaar. Commençons d'abord avec les prévisions à court terme, comme d'habitude. Donc je pense là, le message est très clair, il y a une grande stabilité, on ne s'attend pas à des chocs importants. Et en fait, si vous regardez les graphiques de droite, vous constaterez peut-être que
mon boulot n'est pas extrêmement compliqué dans le sens où on a maintenant eu cinq trimestres d'affilée, donc à partir du premier trimestre de 2023, avec une croissance d'environ 0,3% trimestriel en arrondi. Donc si on vous demande quelle sera la croissance une sixième fois, donc dans le deuxième trimestre de 2024, la réponse naturelle serait sans doute que ce sera de nouveau 0,3 et pas de surprise, c'est ce qu'on a mis dans la projection aussi. Blague à part, il y a une analyse un peu plus détaillée. Vous avez pu sans doute constater qu'on a publié notre Business Echo il y a une dizaine de jours. Donc, comme d'habitude, ça contient notre analyse qualitative de la conjoncture ou de la croissance économique. C'est basé sur des interviews avec un bon échantillon d'entreprises belges. Et en fait, le message qui ressort le plus de ces entretiens était une stabilité. On s'attend à une stabilité d'activité. C'est aussi en ligne avec ce que vous voyez à la gauche, donc les indicateurs de confiance des enquêtes de la banque. Mais là, il y a quand même une légère divergence dans le sens où la confiance des entreprises, la courbe jaune s'améliore ou a tendance à s'améliorer quand même un petit peu, tandis que la confiance des consommateurs, la courbe bleue, a tendance à s'affaiblir. Petit bémol pour la confiance des consommateurs, en fait, c'est pratiquement exclusivement lié à un affaiblissement des attentes au niveau du chômage. Donc, les consommateurs s'attendent à voir plus de chômage en Belgique. Ça, c'est, en soi, c'est un peu préoccupant parce que c'est un très bon indicateur qui, d'habitude, est corrélé, pas mal corrélé avec la croissance, par exemple, à court terme de la consommation des ménages. Ici, on pense que c'est un autre phénomène qui joue, et c'est la grande attention des médias, en fait, pour ce qui s'est passé dans une grande entreprise flamande, Van Hall, où il y a beaucoup de gens qui, au moins temporairement, perdront leur boulot. Donc, on a vu des cas avant ça, je ne vais pas citer les grandes entreprises, et là, c'est un peu moins préoccupant parce que c'est souvent un choc psychologique. Les gens qui répondent à l'enquête disent oh « oui, mais ça va très mal ». Mais en fait, si on regarde leur appréciation de leur propre situation financière ou les attentes quant à leur propre situation financière, là, on voit beaucoup moins de détérioration, on voit même une amélioration. Donc, on est un peu rassuré dans l'idée qu'effectivement, la croissance sera plus ou moins stable. Mercredi, je pense, pas mardi, mais mercredi, on a publié aussi notre Business Cycle Monitor avec une estimation quantitative pour les projections, pour la projection plutôt à court terme. Et là, daar wil ik super transparant over zijn. Daar zal u eerder 0,4 lezen in plaats van iets meer dan 0,3, wat eigenlijk in onze ramingen zit. En dat is het eerste resultaat van die nieuwe statistieken die beschikbaar zijn geworden. Dus u ziet dat het blokje voor Q1 2024 daar nu ongeveer iets hoger ligt dan 0,25, wat het niveau was toen we de ramingen deden. Ondertussen is dat iets opwaarts herzien tot iets onder 0,35. Afgerond blijft het 0,3. Maar we hebben geïnterpreteerd dat dat betekent dat onze korte termijn inschatting ook iets hoger kan. Nu, je moet dat niet overdrijven. Dat zijn bijzonder kleine verschilletjes tussen 0,35 en 0,4. Dat, ik zou zeggen, dat valt in de marge van de onzekerheid van dit soort ramingen. Maar desalniettemin, op basis daarvan zou je misschien kunnen zeggen dat er al een klein opwaarts risico is voor onze inschatting van de jaargroei 2024. Voilà, et ici on vous montre un premier aperçu de la croissance donc à plus long terme jusqu'à 2026, dernière année de projection, maintenant, et on vous parle maintenant en croissance annuelle. Donc 2023 s'est clôturé avec une croissance de 1,4 en chiffre annuel, et vous voyez que ça va modérer un tout petit peu vers 1,2 en 2024 et en 2025.
pour à la fin de la période augmenter de nouveau à 1,4. Quelles sont les forces qui jouent? Ben, vous le voyez là dans les bâtonnets colorés. En quelques mots, ce qui se passe en 2024, c'est le ralentissement, c'est surtout le ralentissement des investissements des entreprises qui donc contribuent beaucoup moins à la croissance qu'en 2023, en tout cas. Puis un rebond de ces investissements qui est graduel, mais bon, quand on voit les chiffres annuels, ça montre les chiffres un peu plus de manière abrupte. Il y a un rebond qui affecte les chiffres 2025, mais vous voyez que l'année suivante, il y a réduction ou diminution typique qu'on voit après les élections des investissements publics. Donc là, la contribution des investissements publics, qui est essentiellement le petit bâtonnet rouge, qui diminue. Et alors en 2026, ce qui s'améliore, même si c'est une amélioration graduelle, c'est surtout la demande extérieure et donc la contribution de l'exportation net et qui fait qu'on arrive avec une croissance de 1,4. Voilà, en quelques mots, ça c'est, je pense, les grands mouvements qui affectent, quand on regarde les différentes années, nos projections. Zoals gewoonlijk ga ik nu een beetje inzoomen op de vraagbestanddelen, dus de individuele vraagbestanddelen. En zoals altijd beginnen we met de gezinsconsumptie. U ziet dat dat een beetje een wilde rit is geweest in de afgelopen kwartalen, met soms negatieve groei, duidelijk negatieve groei, en soms heel hoge positieve groei. Nu, dat is een soort volatiliteit die we niet altijd noodzakelijk in de projecties willen reproduceren. Ik denk de belangrijkste boodschap die we willen meegeven is dat de groei van de gezinsconsumptie, u ziet dat daar wat minder variatie in zit voor de toekomst, maar dat die groei altijd min of meer in de buurt gemiddeld gaat blijven van het gemiddeld groeitempo dat we over een langere periode hebben waargenomen, zeg maar ongeveer 0,4 of iets meer dan 1,5% per jaar. Ik weet dat u allemaal op onze analyse over de koopkracht zitten wachten, net als de pers van morgen. Maar sta mij toe om u toch eerst te zeggen dat die relatieve stabiliteit in de consumptiegroei mogelijk wordt gemaakt, of mee mogelijk wordt gemaakt, door een lichte daling van de spaarquote op wat langere termijn. U ziet dat die spaarquote tussen nu en 2026 eigenlijk een beetje daalt van iets meer dan 14,5 naar iets meer dan 14%. Die daling komt er omdat men de vertraging in de inkomensgroei ten dele wil compenseren. De typische consumption smoothing die men dan altijd ziet. Maar ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat ondanks de daling de spaarquote op het einde van de rit eigenlijk nog altijd hoger ligt dan wat we bijvoorbeeld bij het begin van de pandemie hebben gezien. Daar zaten we eerder rond de 13%. Nu blijven we, ondanks die daling, ondanks de normalisatie, met een spaarquote van 14% zitten. Waarom is dat? Wel heel eenvoudig, omdat sparen uiteraard met de hogere rentetarieven relatief aantrekkelijker is geworden. Dus mensen sparen gewoon meer dan met lage rentes. Et alors, je passe peut-être un des sujets clés de cette présentation, c'est le pouvoir d'achat. Sorry, weer in het Nederlands, want de slide is in het Frans. Dus hier gaat het over de koopkracht, een van de belangrijker topics waarschijnlijk in deze ramingsoefening. Daar is heel wat, ik denk dat heel wat inkt over gevloeid. Ik denk dat alle kranten daar ondertussen de nodige kanternen mee hebben gevuld. Er is wat discussie in de marge, zal ik maar zeggen, over hoe dat nu zit als je dat bekijkt over de hele regeerperiode. En als je dat bekijkt bijvoorbeeld per inkomensdeciel of per inkomensquintiel, hoe is die koopkracht geëvalueerd voor elke inkomensklasse? Om een lang verhaal kort te maken, heb ik denk ik heel weinig of zelfs niets gelezen dat onze analyse
pijn dat ons doet twijfelen aan onze analyse. En wat super duidelijk is, is dat in 2023 de koopkracht bijzonder sterk is gestegen. Dat is deels door dat tijdelijk effect in de vertraagde werking van de indexeringsmechanismen. Dus we hebben eigenlijk de indexering gekregen in 2023, ik kort het nu een beetje af, maar we hebben de indexering gekregen in 2023 omwille van inflatie in 2022, waardoor de reële lonen, en dat is dat rode blokje op de linkergrafiek, in 2023 bijzonder voordelig was. Als u naar de toekomst kijkt, dan ziet u eigenlijk twee zaken, van 2024 tot 2026, ziet u dat die koopkrachtgroei sterk terugvalt. Is dat naar een laag niveau? Ik zou eerder zeggen normaliseert, want we zitten nog altijd boven het gemiddelde niveau. Dat zal ik u straks aan de rechterkant tonen. En dat de tweede vaststelling is dat het resultaat is van eigenlijk al die blokjes, al die individuele blokjes die kleiner worden. Natuurlijk dat tijdelijke effect van inkomens, lonen, maar ook pensioenen, werkloosheidsuitkering enzovoort, die worden aangepast aan de inflatie, maar met vertraging. Ja, dat ebt natuurlijk weg als de inflatie weg ebt. En u ziet dat daar nog een overblijfsel van is in 2024, waar we nog altijd wat meer worden geïndexeerd dan eigenlijk inflatie. Maar bijvoorbeeld in 2025 en 2026 zijn die rode blokjes bijzonder klein geworden. En de reden daarvoor is dat er geen over, wat ik zo mag zeggen, indexering meer is. En dat ondertussen ook de reële loongroei, of de conventionele loongroei, eigenlijk op nul staat. Ik ga dat straks uitgebreider behandelen, maar van daaruit komt er dus geen steun van de koopkracht. Twee, de gele blokjes dan, het aantal gewerkte uren, of zeg maar de werkgelegenheid, als ik wat kort door de bocht ga. Ook dat wordt heel klein. Ik heb daarnet al een beetje gesproken over de vertraging van de arbeidsmarkt. Wel, dat ziet u hier. Als de arbeidsmarkt vertraagt, als de jobcreatie afneemt, dan wordt er op die manier natuurlijk minder loon gecreëerd dan als er meer jobs worden geschapen. En ook de andere blokjes trouwens, en bijvoorbeeld de blauwe, de vermogensinkomens, die waren in 2023 nog redelijk goed zichtbaar. U ziet dat in 2024 al heel wat kleiner wordt. Heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de cyclus, Steven heeft er daarnet al naar verwezen, dat die cyclus van hogere rente nu stilaan aan het keren is. En op niveau van de monetaire beleidsrente is er dus gisteren al een eerste renteknip gekomen in Frankrijk. Dus voilà, alle blokjes worden een beetje kleiner, wat dus betekent, als ik het nu weer allemaal samenvat, dat de koopkracht de koopkrachtgroei een beetje van haar pluimen verliest en dat we nu naar meer normale cijfers, opnieuw geen lage cijfers, maar meer normale cijfers gaan. We hebben het daar rechts uitgerekend per persoon en gemiddeld over de ramingsjaren, dus van 2024 tot 2026. En u ziet dat daar ongeveer een koopkrachtsgroei van 1,2, iets meer dan 1% per jaar is. Opnieuw, als je dat vergelijkt met wat we in het verleden hebben gekend, zeker in per capita cijfers, is dat eigenlijk nog een beetje boven het langjarig gemiddelde. Dus veel lager uiteraard dan 2023, maar nu ook weer niet extreem laag. Alors, je passe aux investissements des entreprises. Donc là, on parle évidemment aussi d'une croissance beaucoup plus modérée, mais en fait, je dois commencer par un petit commentaire statistique. Vous savez peut-être, ou vous avez entendu, ou vous avez lu, qu'il y a une entreprise belge qui a vendu beaucoup de bateaux, à la fin de 2023 et au début de 2024. Donc, c'était des bateaux très coûteux. Normalement, on ne voit pas des transactions d'une entreprise individuelle dans nos chiffres ou dans nos agrégés macroéconomiques. Ici, en fait, c'était d'une telle envergure qu'on le voit quand même. Donc, pour vous faciliter la vie, on a corrigé les chiffres, on a donc nettoyé les chiffres des investissements, plus tard aussi des exportations, pour ces transactions spécifiques. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, ça ne contribue pas au PIB. Il y a un effet sur les investissements à la baisse. Il y a le même effet
à la hausse sur les exportations. Donc, en fait, au niveau du PIB, c'est un non-event, mais ça biaise un peu nos chiffres ici, particulièrement sur les investissements. Donc, ce que vous voyez, c'est les chiffres corrigés pour des transactions exceptionnelles. Et malgré ça, vous voyez en 2023 ou à la fin de 2023, quand même une baisse importante, non seulement de la croissance des investissements, mais des investissements en soi, parce que la croissance devient négative. Donc, je pense que la dernière fois, je vous ai parlé d'une croissance spectaculaire au niveau des investissements des entreprises. Vous voyez encore les chiffres là, en 2022 et 2023, on était bien au-delà de la croissance, je dirais, tendancielle ou moyenne à long terme. Il y a quand même un frein ou un ralentissement énorme à partir du quatrième trimestre 2023. Donc, voilà. Il s'avère que la vague des investissements d'une importance énorme est plutôt derrière nous. Il y a d'ailleurs un petit effet spécifique qui a joué. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le traitement fiscal des voitures des sociétés, par exemple, a changé récemment. Donc, maintenant, le traitement favorable ne persiste que pour des voitures électriques, pas pour des voitures traditionnelles, donc le fossil fuels. Et on a maintenant assez de statistiques précises pour en fait voir qu'une partie, certainement pas la majorité, mais une partie importante quand même de la hausse qu'on a vue dans le trimestre à partir de 2022, je dirais, est simplement liée au remplacement accéléré de la flotte des voitures. On le voit dans les investissements des sociétés de leasing. Donc, comme cet effet spécifique, évidemment, ne va plus affecter la période à partir de 2024. C'est une raison de plus pour modérer un peu les investissements. Mais plus largement ou de manière plus générale, c'est que les entreprises nous disent que ce n'est pas vraiment la hausse des taux d'intérêt qui freine les investissements. Donc là, leur message reste le même qu'il y a 6 mois, mais que c'est surtout la pression sur les marges, la pression au niveau de la compétitivité coût qui leur conduit à épargner, à économiser plutôt. Donc, on voit que aussi certains projets d'investissement ont été au moins retardés. Néanmoins, les investment drivers dont on a déjà parlé il y a 6 mois, donc des investissements pour digitaliser, automatiser les processus de production pour le rendre plus économe en consommation d'énergie, ça reste évidemment, ça continue d'être là. Donc, les investissements continueront à augmenter. Cependant, ceci dit, dans une moindre mesure qu'auparavant. Mais ça suffit, dat volstaat om het zo te zeggen om de investeringsratio die u aan de rechterkant ziet, dus de investeringen gedeeld door BBP, nog steeds sterk te laten toenemen, ook in de ramingsperiode. Ik wou dat ik u even goed nieuws kon melden over de residentiële vastgoedmarkt, dus de investeringen in woongebouwen. Het zij via nieuwbouw, het zij via innovatie. Maar u ziet op de grafiek al dat dat eigenlijk niet het geval gaat zijn. We waren eigenlijk al vrij pessimistisch 12 maanden geleden over die markt, omdat daar een heel aantal, ik heb toen gesproken over een perfect storm, een heel aantal onprettigheden samenkwamen. Uiteraard de hoge hypothecaire rente, uiteraard de stijging van de bouwmaterialen, de prijsstijging van de bouwmaterialen, dan de wat onduidelijkheden die er toch bestaan over innovatieverplichtingen, maar ook algemeen de impact van regulering en zo. Nu, wij dachten dat dat een relatief pessimistische of voorzichtige inschatting was. Ja, de werkelijkheid is eigenlijk nog pessimistischer, althans tot eind 2023. De eerste statistieken voor 2024 zijn
iets optimistischer, zal ik maar zeggen. Maar u ziet daar dat eigenlijk de daling die we al hadden in het derde kwartaal van 2023 eigenlijk nog is versneld in het vierde kwartaal. Dus wat we in deze prognoses hebben gedaan, is dat herstel van de markt, dat er ongetwijfeld ooit zal komen, eerder nog wat achteruit hebben geschoven naar het einde van de periode. Dus je ziet daar dat de echt hogere groeipercentages maar zullen opgetekend worden in de loop van 2026 en eind 2025. En dat die niet in verhouding staat, voor de mensen die graag snel integralen berekenen, dat die absoluut niet in verhouding staat tot de schade die we hebben opgelopen in 2023 en 2022. Dus we halen onze achterstand niet in. Waarom? Ik heb daarnet gesproken over eerste statistieken die toch een beetje positiever waren voor de woningmarkt in het begin van 2024. Maar we denken, één zwaluw maakt de lente niet. Waarom volharden we in die wat meer pessimistische inschatting? Wel, dat heeft alles te maken met een aantal korte termijn indicatoren die we hebben over de vastgoedmarkt, heel specifiek de woningmarkt. Als u alleen maar kijkt naar het aantal bouwvergunningen, het aantal goedgekeurde bouwvergunningen, niet het aantal aangevraagde bouwvergunningen. Ja, dan ziet u dat daar wat coronavolatiliteit in zit in 2020 en 2021. Maar de trend, vrees ik, is tamelijk duidelijk. En die valt eigenlijk als een steen naar beneden. Er is geen één-op-één verband tussen de linkergrafiek en de rechtergrafiek. Natuurlijk, omdat je moet niet voor alle renovaties bijvoorbeeld bouwvergunningen aanvragen, voor nieuwbouw uiteraard wel. Maar dat is toch wel een teken aan de wand en dat versterkt ons in het idee dat het zeker op korte termijn nog niet gaat keren of nog niet beter gaat gaan. Dat is jammer als we dan naar de volgende slide gaan. We proberen altijd onder controle van de gouverneur en de vice-gouverneur een aantal beleidsboodschappen of dingen waarvan we denken dat het belangrijk is binnen te smokkelen in onze presentatie van de ramingen. En deze keer denk ik moeten we opnieuw stilstaan bij de woningmarkt. We hebben dat vroeger in verband gebracht, we hebben dat al denk ik enkele keren gezegd, dat die slechte situatie op de woningmarkt een beetje in contrast staat met wat er eigenlijk moet gebeuren. Bijvoorbeeld op het niveau van de renovatieverplichtingen. We hebben dat toen proberen becijferen. Alleen maar het beantwoorden aan de bestaande renovatieverplichtingen. Dat is nog altijd het regelgevend kader dat tot nu toe geldt, tot op de dag van vandaag. Moet je eigenlijk ettelijke honderden miljarden, dus dat zijn kolossale bedragen, investeren in de renovatie van de bestaande woningen tot 2050. Dus we houden uiteraard die boodschap, want opnieuw, de renovatieverplichtingen zijn momenteel niet veranderd. Ik denk dat de gouverneur al herhaaldelijk heeft gezegd dat dat misschien macro-economisch niet de meest efficiënte weg is om aan de klimaatdoelstellingen te veranderen. Maar oké, we moeten rekening houden met de regelgeving die voor ligt. Waar we deze keer Geert, uw geluid staat weer af. Oké, excuseer, ik weet niet wat er precies gebeurt, maar blijkbaar wordt mijn microfoon om een of andere reden uitgeschakeld. Dus waar we deze keer heel specifiek de nadruk willen opleggen, is dat nog los van de renovatieverplichtingen, dat het natuurlijk ook zo is dat het aantal wooneenheden of het aantal woningen moet toenemen om twee redenen. Eén, omdat de betaalbaarheid nu al heel sterk onder druk staat. Voor een uitgebreide analyse verwijs ik naar wat we in het verslag geschreven hebben van het jaarverslag van de bank. Maar u ziet dat indicatoren, zoals u daar één ziet aan de linkerkant over betaalbaarheid van woningen, van koopwoningen, dat die stilaan
historisch hoge niveaus bereiken, waardoor het inderdaad moeilijker wordt om een woning te kopen. Maar ook naar de toekomst. Als je rekening houdt met de demografische projecties van de collega's van het planbureau, die je aan de rechterkant ziet, dan ziet je dat het aantal gezinnen heel sterk gaat toenemen. Van nu tot pak maar 2070. Waarom? 1. De demografische groei, de natuurlijke demografische groei. Maar 2. Ook de gezinsverdunning. Dus het aantal kleinere gezinnen gaat toenemen. Waardoor dus betekent, wat betekent dat je voor dezelfde bevolking je meer woningen of andere woonvormen gaat nodig hebben. Dus we willen een warme, dringende oproep doen om inderdaad het aanbod van woningen te laten toenemen. Voilà, je passe maintenant au volet des exportations nettes. Là, malheureusement, donc, il n'y a pas de grand changement. Donc, vous voyez dans le graphique de gauche que, en fait, les exportations ont diminué dans le courant de 2023. Donc, c'est lié d'abord à ce que le vice-gouverneur a dit au début, donc au commerce mondial, qui n'allait pas du tout bien l'année dernière. Maintenant, il y a deux choses qui vont se passer. Donc, il y a le rebond attendu, espéré, si vous voulez, du commerce mondial qui va se faire dans la période de projection. Donc, le gâteau va de nouveau devenir plus grand. Mais il faut aussi parler de notre morceau. Quand je dis notre, c'est le morceau belge du gâteau du commerce mondial, qui ne va peut-être pas s'agrandir, mais vous voyez qu'en 2023, et par carry-over aussi en 2024, ce morceau du gâteau a diminué très fortement, notamment via la perte de parts de marché. Donc, même si le commerce mondial va effectivement se rétablir, il faut voir que l'impact sur les exportations belges va être un petit peu tardif ou va être un petit peu retardé parce qu'on va continuer à perdre des parts de marché. Bon, les pertes vont se normaliser, vont devenir plus petits et plus en ligne avec ce qu'on a observé au niveau de la croissance moyenne. Mais quand même, il y aura des pertes, mais moins qu'en 2023 et en 2024. Donc, petit à petit, la contribution des exportations nettes va devenir, je dirais, plus favorable, mais elle restera ou il restera négatif durant toute la période de projection. Dan kom ik bij de arbeidsmarkt en dat is misschien het wat grootste of de grootste innovatie, zal ik maar zeggen, in deze ramingsoefening. En om dat te zien, nodig ik u uit om te kijken naar de linker grafiek en heel specifiek naar het vierde kwartaal van 2023. Op het moment dat we de ramingen afsloten, was dat eigenlijk het startpunt, de laatste statistiek waarover we beschikten. En u ziet dat dat een wat moeilijk startpunt was, omdat de jobcreatie daar bijna tot stilstand is gekomen. In dat kwartaal zijn er eigenlijk geen loontrekkenden bijgekomen. De loontrekkenden in de, laten we zeggen, marktsectoren zijn eigenlijk gedaald. Er zijn dus minder loontrekkenden in bijvoorbeeld industrie, marktdiensten gekomen. Dat is gedaald. Maar dat is nog net gecompenseerd door loontrekkenden in andere sectoren. Daar ga ik straks iets over zeggen. En de weinige jobcreatie die we in dat kwartaal nog hadden, kwam eigenlijk enkel van het aantal zelfstandigen. Dus alles samen zaten we daar bijzonder dicht tegen nul. En in alle transparantie heb ik daar ook onze ramingen van december opgezet. Dat lijkt nu wat optimistisch te zijn geweest. Nu je moet rekening houden met het feit dat de schaal daar bijzonder microscopisch is. Dus het ziet eruit dat we heel hoog of dat we flink boven de realiteit zaten. Maar opnieuw, de schaal is een beetje klein. En 2, ondertussen zijn een aantal statistische veranderingen of statistische herzieningen ook voor de vroegere kwartalen gebeurd die verklaren waarom we daar inderdaad, of waarom in realiteit de arbeidsmarkt wat abrupter is afgenomen. Maar desalniettemin is dat een bijzonder moeilijk startpunt. Want als je daar zit, kan je eigenlijk twee wegen opgaan. Je kan denken van, oké, de trend zal zich verder zetten.
Maar dat betekent dus dat de jobcreatie negatief gaat worden, dat men jobs gaan verliezen eerder dan dat er gaan bijkomen. Of je kan denken, we hebben nu toch stel aan het dieptepunt bereikt en vanaf nu zal het gaan keren. De tweede optie is natuurlijk altijd de meest riskante, want als je ramingsoefeningen maakt, is het altijd een soort natuurlijke reflex om te denken van, ja, de trend die we in het verleden hebben geobserveerd, die zal zich doorzetten. Nu, we hebben toch voor de wat riskantere optie gekozen, zoals u ziet op de grafiek, dus een geleidelijk herstel van de jobcreatie, geleidelijke aangroei van het aantal loontrekkenden, de groene blokjes daar. Ik ga je onmiddellijk uitleggen waarom dat is, maar sta mij toe om eerst iets te zeggen over de andere kant van de medaille, want onze ramingen voor het BBP waren eigenlijk een habbekrats na 0,0 enzovoort, eigenlijk volledig correct. En toch zijn we blijkbaar iets te positief geweest voor de jobcreatie. Dus natuurlijk kan dat alleen als je dan een wat sneller herstel ziet van de arbeidsproductiviteit. En om dat te tonen heb ik dat aan de rechterkant gezet, zodat u ziet dat inderdaad is hersteld en eigenlijk is hersteld, wat sneller hersteld dan we eigenlijk dachten. Om het moeilijk te maken, ziet u dat eigenlijk vooral in 2024, dat daar een groot blokje staat. Dat heeft opnieuw met overloopeffecten zo te maken. Dus voilà, iets minder jobcreatie, iets meer arbeidsproductiviteit. We gaan er toch vanuit dat er geen, je mag naar de volgende slide gaan, Thomas, dat er geen langere periode... Donc, il n'y aura pas une période d'une baisse des emplois ou une baisse d'emploi, une période d'augmentation de chômage, disons-le comme ça, va arriver. Pourquoi? Ben, on regarde, comme on le fait toujours, nos indicateurs à court terme, nos indicateurs d'enquête, plusieurs indicateurs d'enquête, mais je pense... peut-être le plus clair, c'est quand on regarde notre courbe synthétique. Donc, il y a un indicateur qui mesure explicitement les attentes d'emploi, donc les hiring intentions, je dirais, des entreprises qui répondent à ces enquêtes. Et pour trois secteurs sur quatre au moins, pour l'industrie, pour la construction et pour le commerce, on voit, enfin, il faut regarder de très près, mais on voit un rebond à la fin de 2023. La situation reste un peu plus défavorable pour les services aux entreprises. Là, on a plutôt tendance à avoir une diminution. Mais on a quand même, jugé qu'il nous semble très plausible que l'emploi va repartir à la hausse à partir de 2024. C'est aussi ce qu'on a entendu dans le Business Echo, donc dans les entretiens qu'on a eu dans le cadre du Business Echo. Les entreprises restent très réticentes pour en fait licencier des gens. Donc ils mettent fin à des contrats temporaires, ils coupent dans les frais de consultance, etc. Mais de là à dire qu'ils vont réduire leur staff effectif, ça, c'est une toute petite minorité qui ne le dit. Pourquoi? Parce que le marché reste très tendu. Donc, il y a une pénurie qu'on voit au niveau du vacancy ratio qui reste quand même impressionnante et qui est beaucoup plus grande en Belgique qu'en zone euro, comme vous le voyez dans le graphique à droite. Donc en fait, si on licencierait des gens maintenant, ça deviendrait extrêmement difficile si on veut les réengager par après, surtout si le ralentissement de demande s'avère temporaire. Alors, deuxième message qu'on aime peut-être faire passer, c'est que si on regarde à plus long terme, donc pas nécessairement dans le cadre de cet exercice de projection, mais il y a une claire tendance à la hausse du taux d'emploi. C'est la courbe bleu foncé ou même noir, bleu foncé que vous voyez sur le graphique de gauche. Et donc cette courbe continuera à augmenter dans la période de projection. Mais deux remarques sur ça. A, on reste très loin
de l'objectif de 80%. Donc, vous savez qu'il y a un objectif que pour 2030, idéalement, il faut être à 80% de taux d'emploi. Bon, ça va dans la bonne direction, mais le chemin à faire reste extrêmement long. Et deuxième observation, on voit aussi que, en fait, le taux d'emploi, on l'a mis sur le même graphique, le taux d'emploi en zone euro a augmenté aussi. Il a même augmenté plus, vous voyez, si vous regardez de très près, que le taux d'emploi belge. Donc, ça veut dire qu'il y a des phénomènes internationaux qui jouent, qui selon nous sont liés à ce que vous venez de dire sur la pénurie au niveau du marché de l'emploi, qui existe aussi en Europe. Toutes choses égales par ailleurs. Donc, ça veut dire que là aussi, le taux d'emploi augmente et augmente même un petit peu plus qu'en Belgique. Alors, le deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est qu'ici, vous voyez l'emploi domestique, donc l'emploi total, que ce soit dans l'industrie, la construction, le commerce, etc. Ça n'a pas d'importance, donc on additionne tous les emplois. Bon, il y a des emplois qui sont financés par le pouvoir public, donc notamment l'emploi dans l'administration publique, donc les fonctionnaires par exemple, mais il y a emploi aussi dans ce qu'on appelle les services non marchands, nicht Marktdiensten, qui est financé indirectement via des subsides par les pouvoirs publics. Si on additionne les deux et on calcule un pourcentage de tout ça, donc l'emploi dans les services non marchands par rapport à l'emploi total, et on commence par exemple en 2000, on voit une courbe, bon, un peu de volatilité, mais on voit une courbe qui a une tendance d'augmenter. Et maintenant, on est à des niveaux qui maintenant sont plus grands que 35%. Donc, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a vu en 2000, par exemple. Donc, voilà, ce que j'aimerais insister sur le fait que la hausse de l'emploi n'est pas un phénomène belgo-belge qu'on voit uniquement en Belgique. Non, on le voit aussi et même plus en zone euro. Et B, la contribution des pouvoirs publics à cette hausse d'emploi à plus long terme a tendance à augmenter. Voilà. Dan ga ik nu over naar het nominale deel van de presentatie. Zal ik wat sneller afhandelen. Omdat daar eigenlijk minder nieuwigheden vallen te rapen, zal ik maar zeggen, dan in het reële deel en dan vooral in de arbeidsmarkt. Wat u daar ziet, we zijn heel transparant, we tonen altijd onze volledige maand op maand of maandbasis onze inflatieramingen. We hadden nu verteld in december, eigenlijk al in juni, dat de inflatie, die zelfs negatief is geworden in de herfst van 2023, dat die opnieuw zou stijgen. Dus dat is geen verrassing dat we nu met wat hogere inflatiecijfers zitten dan zeg maar oktober, november van vorig jaar. Dat heeft alles te maken, als u naar de samenstellende delen gaat kijken, met die rode blokjes. Het valt onmiddellijk op dat die wat... dat is geen technisch-economische term, maar dat die wat gekke bokkensprongen maken. Die waren heel positief in 2022, toen de gasprijzen, ook een beetje de petroleumprijzen, maar vooral de gasprijzen, en uiteraard ook afgeleid daarvan de elektriciteitsprijzen, heel sterk zijn toegenomen. Dan heb je een periode gehad waarin de gasprijzen heel sterk zijn gedaald, met dezelfde gevolgen, of de omgekeerde gevolgen, op onze elektriciteits- en gasrekening. Zoals u ziet, heel sterk negatief in 2023. Nu vallen die basiseffecten, dus die impact van de sterke daling, geleidelijk aan uit de cijfers. En Steven heeft daarnet benadrukt dat we nu een lichte, niet vergelijkbaar met wat we hebben gekend, maar opnieuw een lichte toename van de energieprijzen, van de petroleum, olieprijzen vooral zien. Dus dat maakt daar gekke sprongen. En het is dat, vooral dat eigenlijk de bewegingen van de zwarte lijn, wat de totale consumenteninflatie in ons concept, dus eerder HICP in plaats van NICP, maar ook de beweging is natuurlijk dezelfde, gaat verklaren. Misschien is het makkelijker als u gewoon die rode blokjes uit de grafiek wegdenkt. Dus stel u eens voor
dat die energieinflatie altijd nul zou zijn. Wat ze denk ik in rustiger vaarwater ook ja, meestal is, of licht positief, zeg maar. Dan blijft er een veel mooier beeld over van een relatief snelle stijging in het begin naar een wat meer uitgesponnen daling tussen zeg maar midden of begin 2023 en eind 2026. En dan blijf je met de groene blokjes en de rode blokjes, sorry, de gele blokjes zitten. En dat is de onderliggende inflatie en de voedingsinflatie. Over de onderliggende inflatie bent u gewoon dat ik daar iets over zeg. Deze keer ga ik ook iets zeggen over de voedingsinflatie. Ja, je mag naar de volgende slide gaan, Thomas. Dus de onderliggende inflatie staat aan de linkerkant van de slide in jaar-op-jaar-cijfers. Dus dat verloopt ongeveer zoals we verwacht hadden dat het zou verlopen. Dus na de piek die daar eerder in het midden van 2023 dan aan het begin van 2023 lag, is dat eigenlijk vrij regelmatig gedaald. Opnieuw, de maand-op-maand-cijfers zijn soms volatiel. En de mensen met goede ogen zullen misschien zien dat we ons ja, gemiddeld, zal ik maar zeggen, eerder vergissen in termen van, in realiteit was de onderliggende inflatie een beetje hoger. Je gaat dat ook zien op de jaarcijfers, je zal zien dat die misschien licht zijn opwaarts te zien. Maar bon, als je naar de big picture kijkt, dan zou ik zeggen dat we nu op het pad zitten dat we eigenlijk al uitgestippeld hadden in juni van vorig jaar, dus ongeveer één jaar geleden. Die prognoses blijken op dit moment nog altijd bijzonder accuraat te zijn. Dus ik wil heel duidelijk drukken op het feit dat die lichte knik naar meer inflatie die we nu sinds het begin van dit jaar zien, meer headline inflation, niet noodzakelijk meer onderliggende inflatie, dat die dus absoluut niet de tweede golf is of zoiets, of dat we ons vergist zouden hebben in termen van loonprijsspiraal of in termen van doorrekening van de kosten naar de prijzen enzovoort. Nee, alles verloopt min of meer volgens plan en we hebben er vertrouwen in dat ook die onderliggende inflatie verder zal blijven dalen, weliswaar met wat schokjes van maand tot maand. Dus het zal niet altijd een heel reguliere of regelmatige daling zijn. Het is ook duidelijk dat als je die onderliggende inflatie een beetje gaat uitsplitsen in goedereninflatie en diensteninflatie, dat het beeld wat anders is. Ik spreek niet vaak in wielertermen, meer in voetbaltermen, maar dit deed mij denken aan het feit dat de goedereninflatie een wat snellere daler is, de Nibali zeg maar, van de inflatiecijfers dan de diensteninflatie. De diensteninflatie lijkt eerder de Thibaut Pinot te zijn voor de mensen die daar iets aan hebben van de inflatie of in ons peloton dan wat anders. Dus het gaat veel sneller vooruit in termen van deze inflatie voor de goederen dan voor de diensten. Voor de goederenprijzen zit je dus eigenlijk al, je ziet het niet omdat dat jaar-op-jaarcijfers zijn, maar die goederenprijzen zijn in de afgelopen maanden, mij is dan weer een uitzondering, maar in de laatste maanden eigenlijk gedaald. Dus dat betekent dat ja, de prijs, dat die goederen eigenlijk goedkoper zijn geworden. We denken dat dat niet gaat blijven duren en dat je daar eerder een convergentie van onderuit naar het langjarig gemiddelde en zelfs naar iets boven het langjarig gemiddelde zult zien in de komende kwartalen of in de volgende jaren. Dat heeft alles te maken met het feit dat die normalisatie van de, Steven heeft erop gewezen, de normalisatie van de aanvoerketens, dat die nu ook geleidelijk aan achter de rug is, dus dat er van daaruit minder negatieve prijsdruk komt. Integendeel, er zijn wat geopolitieke risico's, Rode Zee en consorten, Houthis en consorten, die misschien eerder wat opwaartse prijsdruk zullen veroorzaken en die dat wat sneller zullen terugbrengen naar een soort gemiddelde. Daarentegen, de prijzen van de diensten zijn minder afhankelijk van zal ik maar buitenlandse of internationale factoren noemen, omdat diensten nu eenmaal veel minder verhandeld worden dan goederen. Dus dat betekent dat die meer blootstaan aan ja, binnenlandse kostendrijvers, zoals natuurlijk de loonkosten. En die loonkosten zijn
We gaan het onmiddellijk herhalen, maar die loonkosten zijn de afgelopen jaren in België heel sterk gestegen. En een deel wordt met een zekere vertraging doorgerekend naar de prijzen van bijvoorbeeld de arbeidsintensieve dienstensector. Dus daar zie je eerder een wat tragere daling. En misschien opvallend, daar duiken we onder het langjarig gemiddelde in 2026, wat te maken heeft met de heel forse loonkostenmatiging die we veronderstellen of die we ramen voor de volgende jaren. Maar dus wat je eigenlijk ziet is de vertraging of de tragere doorrekening van de loonkostenstijging die eigenlijk al achter de rug is naar de prijzen van vooral diensten. En dus alles samen, ja, die twee, het een stijgt wat het ander daalt, wat alles samen blijft de core inflatie of de onderliggende inflatie afnemen. Maar voilà met nou een nouveauté, parce que d'habitude, je vous parle très peu de l'inflation alimentaire, des produits alimentaires. Je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais en termes, quand on est macroéconomiste, on regarde surtout ce qu'on appelle la core inflation ou l'inflation sous-jacente. Mais on pense que ça vaut la peine de s'attarder un tout petit peu sur l'inflation alimentaire. Pourquoi? Quand on parle aux gens, il y en a beaucoup qui suivent ce séminaire. Merci beaucoup pour de nouveau être aussi nombreux pour nous écouter. Mais quand on parle aux gens, il est toujours un peu difficile de faire passer le message que l'inflation est en train de diminuer très rapidement. Pourtant, vous l'avez vu dans les graphiques ou dans les slides précédents. Mais les gens disent, mais quand je vais au supermarché, Deleuze, Carrefour, mon caddie, on a montré un caddie là pour illustrer la chose, mon caddie coûte toujours très cher. Donc d'abord, il y a confusion entre évolution des prix, hausse des prix, inflation, et niveau des prix. Est-ce que c'est cher? Est-ce que ce n'est pas cher? Deux, les gens parlent toujours du caddie. Donc la référence naturelle sont les courses qu'on fait de manière quotidienne, de manière journalière ou hebdomadaire au niveau des grandes surfaces, Deleuze, Carrefour, etc. Et ce que j'aimerais vous dire, et on montre l'inflation alimentaire, pour confirmer que les gens ont raison, en fait. Ce qu'il y a dans le caddie, et c'est souvent des produits alimentaires, reste cher, quand on définit cher, comme après une hausse des prix, il n'y a pas eu de baisse des prix. Donc ici, l'image est tout à fait différente des prix énergétiques où on a vu une hausse très forte, mais par après, les prix sont redescendus et ont aussi chuté de manière substantielle. Ici, l'image est différente, donc il y a la même hausse à partir, enfin la même, pas tellement extrême, mais quand même une hausse importante à partir de 2022. Mais celle-là n'est pas suivie par une baisse. L'inflation, surtout pour des produits, ce qu'on appelle transformés, donc pas les raw materials, en fait, cette inflation n'est jamais devenue négative. Et dans les projections, on s'attend à une hausse continue, en fait. Donc, quand on parle du caddie, mais qui est de nouveau pas le panier typique pour un consommateur lambda dont on tient compte pour mesurer l'inflation. Mais quand on regarde uniquement le caddie et notamment les produits alimentaires, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que le caddie va devenir plus cher. On ne va pas devenir moins cher. Donc voilà, j'aimerais insister sur le fait que peut-être l'inflation ressentie, quand on... en irlandais, quand on parle de la température ressentie, on parle de gevoelstemperatuur. Peut-être on peut parler de gevoelsinflatie ici aussi. En fait, celle-là ne va pas diminuer. Ça explique peut-être pourquoi ce n'est pas toujours facile à communiquer que l'inflation est vraiment, selon la statistique officielle de Stadbel, en train de diminuer. De volgende slide, dan, en ik kom stilaan een beetje aan het einde van mijn uiteenzetting. Ja, dat is onze typische slide over de loonkosten
gruw van het woord, loonkostenhandicap, dus loonkostenkloof met de buurlanden. Zoals gewoonlijk hebben we onze vrienden van de Bundesbank, Banque de France en de Nederlandse Bank om hun laatste ramingen gevraagd. Ze publiceren ze niet allemaal, maar ze zijn zo vriendelijk om die naar ons te sturen. Dus ik moet ze een beetje vermommen als het gemiddelde van de drie landen, omdat ik niet individuele ramingen aan u mag tonen. Maar u ziet dat het beeld daar hetzelfde is. Hè. Dus dat is een grote loonkostenkloof of een plotse loonkostenkloof die is gecreëerd in 2022 en 2023 door het feit dat de lonen in België automatisch geïndexeerd worden. Terwijl dat in andere landen doorgaans wat langer duurt, via loononderhandelingen moet verlopen enzovoort. Nu zitten we in een fase waarin dat die loonkostenkloof verkleint. U ziet dat eerst om te beginnen aan de linkerkant, omdat de loonkostengroei in België sterk terugvalt. Maar u ziet het aan de rechterkant, omdat het verschil omdraait tussen België en het gemiddelde van de buurlanden. En op het einde van de rit, wat voor ons dus 2026 is, omdat onze ramingen daarop houden, houden we nog een kleine kloof over. Ik herinner mij dat het ooit exact 0 was, dan is het denk ik 0,1 geworden, bon, nu is het 0,8. Dus er is nog een kleine loonkostenkloof als je dat allemaal gaat aggregeren en integraal bekijkt. Dat leidt ons ertoe om te zeggen dat in onze projecties dat er eigenlijk moet gewerkt worden met de technische, ik herhaal technische hypothese, dat de conventionele loongroei, dus de baremieke loongroei, de loongroei die tussen de sociale partners kan worden afgesproken, of de loonnorm, naar gelang die kan worden opgelegd door de overheid, dat die eigenlijk nul is over de hele periode. Dus we willen niet in de plaats treden van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven of de sociale partners. We zeggen alleen dat op basis van onze projecties en op basis van het huidige regelgevend kader, dat het ons plausibel lijkt dat de conventionele loongroei eerder nul zal moeten zijn. En zelfs al als je dat oplegt, dan hou je eigenlijk nog een kleine kloof over op het einde van 2026. Is dat de analyse die de CRB of die de sociale partners zullen maken? Who knows, who cares? Dat weten we niet. Men heeft daar wat meer gedetailleerde wettelijke bepalingen. En met sommige elementen hou je rekening, met andere dan weer niet. Maar ja, laten we zeggen, de grote schets is toch wel dat zelfs al blijft de conventionele loongroei nul, u ziet dat de loonkloof die we hebben opgebouwd eigenlijk niet helemaal wordt afgebouwd. De laatste slide, Thomas, dank u, is dan ook weer onze traditionele slide over de l'émerge des entreprises. En fait, de nouveau, c'est notre concept macroéconomique, donc ça ne veut pas dire que chaque entreprise fait des bénéfices à hauteur de 40% ou 45% évidemment chaque année. Non, c'est leur concept macroéconomique qui est lié ou qui est reflété quelque part dans le bottom line des entreprises. Mais on vous montre ceci pour vous dire qu'effectivement, c'est peut-être la dernière fois qu'on va vous montrer ce graphique, mais effectivement, donc beaucoup de pressions inflationnistes ont été absorbées via une diminution des marges bénéficiaires. Donc, vous voyez une chute quand même importante à partir du mi-2022 jusqu'à 2024-2025, je dirais. Mais grâce à la maîtrise des coûts salariaux, en fait, on va trouver un seuil quelque part au milieu de 2025 et ça va va repartir à la hausse, mais restera plutôt stable dans la période de projection. Dernière remarque de ma part, donc même avec cette chute qui était prévue, on reste légèrement au-dessus de la moyenne historique pour les marges bénéficiaires. Voilà, vice-gouverneur, ik geef graag het woord terug aan u voor de wat moeilijker kwestie van de overheidsfinanciën. Dankjewel, Geert. En Geert heeft het gros van het werk achter de rug. Mij rest eigenlijk maar één onderwerp meer vooraleer ik u naar de conclusies ga begeleiden. Dat onderwerp betreft de overheidsfinanciën en traditioneel
in dit soort van presentaties? Is het aan de gouverneur of aan de vice-gouverneur om een beetje te mopperen over de situatie van de overheidsfinanciën? We vrezen dat we ook daar in de continuïteit moeten blijven. Dus na de forse verslechtering die de overheidsfinanciën te kennen hebben gegeven in 2023, zal het begrotingstekort van de gezamenlijke overheid opnieuw fors toenemen over de projectiehorizon. Er wordt in 2024 een tekort verwacht van 4,8%. En dat zou verder toenemen tot 5,5% in 2026. Ik wil even stilstaan bij die 4,8% van 2024. Want men zou kunnen vinden dat een verslechtering van 0,4%, dat alles tezamen met alle onheilsberichten nog wel meevalt. Maar ik moet beginnen met u te zeggen dat dat cijfer beïnvloed wordt eerst door een positieve wind, namelijk het feit dat heel wat tijdelijke maatregelen die gelieerd waren aan de energiecrisis en aan de Russische inval in de Oekraïne, dus de crisis die daar het gevolg van was, een heel pak van die tijdelijke maatregelen vallen weg en belasten dus 2024 niet meer. Dat gaat eigenlijk over een verbetering die je verwacht van het saldo van 0,3%. Dus met andere woorden, als je vaststelt dat in de werkelijke cijfers er een verslechtering optreedt van 0,4, dan zit je in de kering toch al met een structurele verslechtering van 0,7%. Dat is toch best wel een zware verkeerde richting. En als we op zoek gaan naar de belangrijkste oorzaken van die verslechtering van het tekort, dan zitten we toch vooral te kijken in de richting van de uitgaven. Meer bepaald de pensioenuitgaven die in 2024 met 0,3% BBP stijgen. Gezondheidsuitgaven die ook toenemen met 0,2%. Dus beide effecten die dikwijls worden samengevat onder de noemer vergrijzingskosten. Voeg daar nu ook voor het eerst eigenlijk een toename van de rentelasten aan toe. En dan heb je meteen begrepen waarom we in 2024 met dat tekort van 4,8 zitten. Ik ga niet 2025 en 2026 in detail bespreken, maar datgene wat ik genoemd heb, namelijk de vergrijzingskosten, pensioenen, gezondheid en ook de rentelasten, die blijven ons uiteraard in de toekomst zonder nieuwe maatregelen structureel part te spelen. En als het dan gaat over het nemen van structurele maatregelen, dan heb je aan de rechterzijde een grafiek met informatie die niet afkomstig is van de Nationale Bank. Zij is afkomstig van het planbureau. Het planbureau dat met betrekking tot een aantal verkiezingsplatforms die vandaag aan de burger worden voorgelegd en waarvan we overmorgen zullen weten wat de Belgische kiezer daarvan vindt. We hebben, als we tenminste het verslag van het planbureau netjes hebben kunnen samenvatten, we hebben daaruit begrepen dat eigenlijk het herstellen van de begrotingsgezondheid geen bijzonder grote prioriteit lijkt te zijn van de politieke partijen. De logo's van de individuele partijen staan niet op dit grafiekje, maar u ziet eigenlijk dat de partij die het meest ambitieus is in termen van het terugdringen van de overheidstekorten, dat die ten opzichte van de horizon 2029 nog altijd blijft steken met een tekort van 3,6%. Met andere woorden, toch nog altijd boven datgene wat overeenkomstig het referentieniveau van de Europese Unie noodzakelijk zal blijken te zijn. Ik sta niet stil bij het feit dat er ook heel wat partijen zijn die met de plannen die ze voorleggen eigenlijk de tekorten zeer gevoelig verder laten oplopen. U ziet daar de partij met de minst sterke gedisciplineerde visie daarop, die begeleidt België naar een jaartekort van 7,6% tegen 2029. En we kunnen alleen maar hopen uiteraard dat dit geen werkelijkheid wordt. Als we dan kijken naar de oorsprong van het tekort zoals we dat nu, ik spreek over 2024, 2025, 2026, wel, de oorsprong van dat tekort is toch essentieel, ik heb dat al gezegd, de overheidsuitgaven. En wat stellen we vast sinds de
De crisissen die we terecht in ons land hebben zien gepaard gaan met het betalen van behoorlijk wat extra uitgaven vanwege de overheid die zijn bevolking en zijn bedrijven wilde beschermen tegen de effecten van die crisissen, hebben we vastgesteld dat na die crisissen er toch nog altijd een structureel opwaartse trend is in de uitgaven. En die zit voornamelijk in de lopende uitgaven. En ik heb de boosdoeners al genoemd. Het is voor een belangrijk stuk de vergrijzingskosten. Maar u ziet ook door het verschil tussen de blauwe en de rode lijn dat ook de rentelasten opnieuw beginnen toe te nemen. Vanaf pakweg 2023 komt ons dat jaarlijks op 0,2% BBP te staan. Dat wil eigenlijk zeggen dat een equipe die aan de slag wil al 0,2% moet besparen gewoon om de effecten van de rentelasten op te vangen en om bij wijze van spreken op dezelfde positie te blijven als het jaar daarvoor. En dan hebben we nog niet begonnen over wat er nodig is om de vergrijzingskost aan te pakken. Tout ceci, bien sûr, mène à une situation dans laquelle la dette publique exprimée en termes de PIB continuera à augmenter de façon structurelle à cause de ces déficits primaires qui sont trop élevés. Et donc, on s'attend entre aujourd'hui et 2026 à un taux d'endettement qui serait quelque peu en dessous de 111%, bien sûr, tout à fait au-delà de ce qui est attendu au niveau européen. Et parlant de l'Europe, parlant aussi de pays avec lesquels, dans la grande crise financière, nous nous sommes comparés, je vous signale que la Grèce est en train de diminuer son endettement à un rythme tout à fait élevé. L'Espagne, le Portugal, plusieurs des pays qui ont malheureusement connu des moments extrêmement difficiles lors de la grande crise financière se situent aujourd'hui, en tout cas sur une route qui est bien plus favorable qu'à la Belgique et qui risque à un moment donné, surtout en termes de solde primaire, nous mettre dans une position où on devient obligé à être quelque peu jaloux d'un certain nombre de chiffres que eux ils peuvent afficher. Ik wil daarmee helemaal niet beweren dat België al helemaal in dat kamp zit, maar het is duidelijk dat er een wending nodig is. En het feit dat sommige andere landen binnen de Europese Unie, zoals Frankrijk en Italië, ook nog geconfronteerd worden met tendensen in de richting van een stijgende overheidsschuld, kan geen alibi zijn om zelf ook in te grijpen. Goed, we hebben dit al zo dikwijls gezegd, dat zowel Pierre Wunsch als ikzelf onszelf al wat beginnen beu te worden wanneer we telkens opnieuw hetzelfde zeggen. Maar we hopen in ieder geval dat bij de start van een nieuwe legislatuur de vastberadenheid om ervoor te zorgen dat de begrotingssituatie in orde komt, dat die wat groter gaat zijn. En ik wil nog eens opnieuw herhalen dat de Nationale Bank dat niet zegt uit plezier om tekorten terug te dringen, bij wijze van spreken kost wat kost en tegen heug en meug, maar vooral om te zorgen dat die belangrijke stabilisatiefunctie die de overheid heeft, wanneer er nog eens een keer een crisis komt, dat die alleen maar gehandhaafd kan blijven als men ook in staat is om in de goede jaren te zorgen voor een voldoende buffer. En als men dat nalaat in de goede jaren, dan komt men in een situatie terecht dat bij een volgende crisis de overheid niet in staat is om te garanderen dat niemand achtergelaten wordt, dat er voor iedereen ook een oplossing wordt gevonden. En dus het is wel degelijk in het kader van de wil om die capaciteit om te stabiliseren, om die te handhaven, dat wij aandringen op echte resolute stappen in termen van budgettaire gezondheid. We zijn daarmee op de laatste slide gekomen. Die ga ik niet helemaal toelichten, uiteraard. U heeft daar de samenvatting van de kerncijfers. U ziet dus eigenlijk de bevestiging van wat we hier hebben proberen uit te leggen in dat afgelopen uur. Het komt er eigenlijk op neer dat we qua groei eigenlijk een scenario hebben dat weliswaar sterk ondersteund door binnenlandse vraag de laatste tijd een behoorlijke prestatie hebben neergezet, dat we moeten blijven rekenen op de koers die aangekondigd is in termen van inflatie, maar dat hoe dan ook nog deels beïnvloed wordt door factoren die nog onzeker zijn, dat we een merkwaardige
reeks van crisissen achter de rug hebben, in de zin dat die crisissen gepaard zijn blijven gaan met bijzonder robuuste arbeidsmarkten. En dat dat ongetwijfeld voor een belangrijk stuk ook de koopkracht van de Belgische gezinnen heeft weten te ondersteunen. Dit alles tegen een achtergrond van crisissen die voor een bijzonder belangrijk stuk zijn opgevangen geweest door de overheidsmiddelen. En dat betekent meteen ook dat we voor wat de toekomst betreft die hypotheek van de overheidstekorten moeten lichten om in de toekomst nog eenzelfde soort van inspanning mogelijk te maken. Voilà, ik denk dat we hiermee aan het einde van de toelichting zijn gekomen en ik geef graag het woord terug aan Verona, want er zijn ongetwijfeld wel vragen zijn die ofwel in de chat of op een andere manier tot bij u zijn gekomen. Bedankt Steven en Geert voor deze boeie inzichten. Compte tenu du temps, nous nous limiterons peut-être à une seule question. Ne pensez-vous pas que la diminution du nombre de permis de bâtir est aussi due à des facteurs politiques tels que, il y en a trois, les rumeurs d'un impôt sur la fortune, la potentielle réforme fiscale qui vise à taxer les revenus du capital, et trois, le renforcement continu et important des droits des locataires dans certaines régions. Voilà. Oui, je vais aussi inviter Geert à rajouter des éléments s'il a envie de le faire, mais en tout cas, signaler que cette question, elle témoigne d'une intelligence, mais elle témoigne aussi d'une volonté de situer le débat dans des sphères plus fiscales, plus politiques. Sachez que la banque, quand elle a voulu insister sur le phénomène que l'accès au logement pour les ménages belges devient de plus en plus un défi sur lequel il vaut mieux qu'on se penche non seulement à un niveau académique, mais bien sûr aussi à un niveau sociétal et pourquoi pas politique. Ceci dit, la Banque nationale n'intervient pas dans le débat politique ou essaye en tout cas de ne pas devenir un acteur dans ce débat, si ce n'est que pour avancer des chiffres objectifs ou des analyses qui ont tendance ou qui ont comme vocation d'être objectivables. Et donc, pour vous dire, de scarcity, de schaarste, hoe zeg je dat in het Frans, le manque d'offres a plusieurs causes. Je crois que un certain nombre d'éléments que la personne qui a posé la question évoque font certainement partie de cette logique, mais ils sont guère les seuls. Hein. Donc, la seule chose que le gouverneur et moi-même et M. Langenus ont voulu mettre en exergue en avançant ce phénomène comme quelque chose de problématique, c'est de lancer quand même un débat sur la façon dont nous gérons ce stock d'offres de logements envers une situation où la demande continue, comme vient d'expliquer M. Langenus, avec tous les éléments, gezinsverdunning en dat soort van dingen, où ça devient de plus en plus aigu. Ce sera quand même aux équipes politiques de formuler les réponses à cela et nous inviterons surtout ceux et celles qui auront la responsabilité de se pencher sur le problème sans pour autant être en mesure de dicter les solutions. Geert, ik heb een wat abstract antwoord gegeven om ons buiten het politieke spel te houden, maar misschien heb je nog een paar elementen van objectivering toe te voegen. Oui, je confirme évidemment ce que Steven a dit. Peut-être une autre façon de répondre à la question, c'est que vous citez des éléments relativement récents. J'habite moi-même à Bruxelles, par exemple, et donc tous les débats sur est-ce qu'il faut peut-être régler, encore encadrer, comme on dit, encore plus le marché locatif, c'est des éléments qui sont relativement récents, impôt sur la fortune, etc. Bon, c'est, je dirais, des éléments qui sont dans les débats, dans l'annonce ou dans la période avant les élections. Mais si vous vous souvenez du graphique que je vous ai montré, en fait, la baisse, par exemple, des permis de bâtir est en train, c'est un phénomène qui date de plus longue date. Donc là, on voit une tendance clairement à la baisse. Donc les éléments
que vous citez, qui sont effectivement des éléments un peu plus politiques, peuvent peut-être contribuer à cette baisse, mais ce n'est certainement pas les seuls éléments. Donc, je pense qu'il y a un problème, et je reviens sur ce que Stephen a dit, et le gouverneur, ce matin. Le débat est peut-être plus fondamental, et c'est le débat sur la réglementation. Donc, ce que je vous ai montré, c'est les permis de bâtir qui ont été acceptés. Clairement, il n'y a pas une même baisse dans les permis de bâtir qui ont été demandés. Donc, ça veut dire que de plus en plus, en fait, on devient de plus en plus sévère pour accepter ces permis de bâtir. Et ça, c'est un bon indicateur de la mesure dans laquelle où la réglementation, en fait, pèse sur l'augmentation de l'offre. Et ça va, pour moi, un peu au-delà des éléments politiques qui sont dans le débat actuellement, mais c'est plutôt structurel. On a publié des articles dans le temps sur le manque, ik vind ook het woord niet, Steven, scarcity, of le manque de la rareté, pardon, la rareté de terrain en Belgique. Donc, c'est plutôt des facteurs structurels qui expliquent, à mon avis, ça. Et la rareté peut avoir des raisons physiques, parce qu'il y a plus de place, ou de moins en moins de place, mais ça peut avoir aussi des raisons, je dirais, réglementaires, parce qu'on peut de moins en moins construire. Et voilà, c'est juste ça qu'on a voulu pointer. Ok, cher public, merci pour votre présence et attention. Comme toujours, nous vous fournissons un lien vers l'enregistrement et les présentations. Ik wil hierbij een warm oproep doen om de korte enquête die we zullen bijvoegen in te vullen. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag en het is voor ons heel nuttig om jullie feedback te verzamelen. J'en profite également pour vous inviter au webinaire sur Distributional Wealth Accounts le mercredi prochain, le 12 juin. Graag nodig ik jullie uit op onze volgende webinar over Distributional Wealth Accounts volgende woensdag 12 juni. We wensen jullie een prettig weekend en graag tot ziens. Bon après-midi. Hartelijk dank, tot ziens.